Steeds kijk naar Brabant vandaag. Ik zei het daar straks al, donderdag, dan geven we je altijd de leukste uitgaanstips. En daarom bij mij aan tafel Adjan Emme en Jerry ten Beumer. Jullie willen de rockopera een warm hart toedragen en met name in Brabant. Ja. Toch? Dat klopt. Jerry, vertel eens, wat is rockopera precies? Rockopera is zeg maar een grote rockshow met een goede boodschap. Vooral de boodschap staat natuurlijk centraal, want dat maakt het een opera. Extra dik aangezet eigenlijk. Dus het is een goede rockshow met extra elementen waardoor het krachtiger naar voren komt. En bij ons is dat dan de boodschap. Want ja, ons cd heet Alive on Earth. En het gaat dus over emoties en over dingen die je in je leven meemaakt. Die, ja, op aarde als het ware. Dus jullie vertellen dat eigenlijk door middel van verschillende liedjes een verhaal? Ja, als het ware wel. Ja. En hebben jullie dan ook van die mooie pakken aan en van die mooie outfits en zo? Nee, het is wel een beetje down to earth gebleven. Wel wat extra elementen, zoals iets apartere outfits. Maar verder wel een lekkere rockshow. Ja. Wij hebben eventjes wat beeld, dan krijgen we misschien een goed idee van de rockopera. Tommy, Jesus Christ Superstar, voorbeelden van rockopera's. Kunnen we jullie muziek met dit vergelijken? Nou, dit zijn twee hele klassieke rockopera's. Die ook qua productie heel erg groot zijn. En ik denk dat we qua muziek, we hebben natuurlijk een andere stijl. Maar qua muziek is het te vergelijken. Omdat ook die rockopera's gebouwd zijn om een centraal thema. En dat centrale thema wordt verbeeld door een aantal songs. Die eigenlijk op zichzelf allemaal hoofdstukken zijn. En die hoofdstukken vertellen dan langzaam maar zeker het verhaal. Omdat wij nog in de opstartfase zitten, kunnen wij natuurlijk nog niet gebruik maken van hele grote middelen. Nee. Dus we hebben niet de financiën om dat op deze manier al aan te kleden. Maar wat wij wel hebben, los van wat Jerry net vertelde, is dat we ook een film hebben op de achtergrond. En die draait mee en die vertelt het verhaal. En we hebben van de reacties van de mensen gehoord van nou, dat is echt iets bijzonders, iets aparts, een extra aanvulling. Mm-hmm. Omdat los van de teksten die Jerry als verteller en zanger vertelt, hebben we natuurlijk ook die film die verbeeld waar dat betreft de nummer over gaat. Wat is het hoofdthema van jullie? Waar jullie dus alles omheen hebben gemaakt? Nou, waar het verhaal om gaat is dat mensen maken van alles mee in hun leven. Maar er kunnen momenten zijn dat, dat mensen dus heel erg in een crisis raken. We noemen dat maar het diepe dal, ja. Het donkere gat. En vaak is het voor mensen heel lastig om daar uit te komen. En er zijn zelfs mensen die daar vaak geen uitweg uitzien. En wat wij nu willen laten zien is met dit verhaal van die uitweg, die is er. En aan het eind van die rockopera is er dan ook de hoop en het vertrouwen van let op, je kan wel degelijk, hoe diep je ook zinkt, toch weer daaruit komen. Oh, oh. Jullie doen dat niet met z'n tweeën. Jullie zijn hier met meer mannen. Die gaan we zo meteen zien. Want jullie hebben een van jullie nummers omgetoverd tot een unplugged versie hier voor ons. Die gaan jullie zo ten gehore brengen. Maar eerst gaan we eventjes naar de Schreeuw het uit agenda. Welkom terug bij Brabant vandaag. Op 6 november staan ze in de Lakei in Helmond. En op 26 november in Theater Het Schouw in Dongen. Adjan en Jerry staan er klaar voor om hun rockopera ten gehore te brengen. Maar Adjan, even nog. Dit is ook wel een beetje wat de mensen kunnen verwachten als ze bij jullie langskomen. Ja, dit is een van de songs van de rockopera. En hou er wel rekening mee als je live komt kijken dat het dan natuurlijk allemaal wat heftiger klinkt. Want het is natuurlijk wel rockmuziek, dus het gaat allemaal wat harder dan hier. Ik ben benieuwd. It's time to live. There is no place or time for fear to rule my
wel, The Rock Files. Heel veel succes met jullie optredens en met de verovering van Brabant en heel Nederland met de rockopera. Dank je wel voor jullie komst naar de studio. Bedankt voor het kijken naar Brabant Vandaag. En wil je de uitzending nog eens terugzien? Dan kan natuurlijk www.brabantvandaag.nl.